Hey, hallo allemaal. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe aflevering van Leven op Wielen. Deze week rijden jullie weer met mij mee. En deze week gaan we het iets anders doen als normaal. Ik rijd normaal natuurlijk altijd, of bijna altijd Italië, zoals jullie weten. Ik sta op dit moment in België, in het plaatsje, hoe heet het dorp eigenlijk? Hulste. Dat ligt bij Kortrijk. Het komt zo, ik ben deze week niet naar Italië, want ik was zaterdagavond thuis en ik ben aankomende vrijdag vrij. Het is nu woensdagmiddag en ik heb een klein ritje Frankrijk gedaan. En ik ben nu aan het terugladen en nu neem ik jullie een klein stukje mee op het terugladen in België. En dan rij ik vanavond naar de zaak en dan blijf ik overnachten op de zaak, want zoals een aantal volgers weten, woon ik 70 kilometer van de zaak, dus ik ga 's avonds niet naar huis. Dus dan kan ik jullie misschien een aantal dingen op de zaak laten zien, dus dat is misschien ook wel een keer leuk. En dan morgen zal ik wel een dagje binnenland rijden, dus dan neem ik jullie ook nog mee op een dagje binnenland. Dus vandaar. Dus ik hoop dat jullie het allemaal weer leuk vinden. Nou, ik heb ondertussen de papieren, dus klaar om te gaan. Heb ik Turnhout geladen. Ik kon niks laten zien. Ik mocht daar niet filmen.
Ja, wij proberen altijd zoveel mogelijk aan jullie te laten zien natuurlijk. Ook al valt het soms niet altijd mee, omdat het altijd tussen het werken door moet natuurlijk. We zijn natuurlijk wel gewoon aan het werk. Maar ja, we mogen soms op sommige plekken ook niet filmen natuurlijk. Dus dat, ja, soms is dat een beetje lastig. Ja goed, dat is niet anders. Dus ja, ik heb in ieder geval geladen en ik ben nu onderweg naar, naar de zaak. Dus en dan horen we daar wel weer verder wat morgen de bedoeling is. Tenminste, want ik zit vandaag een heel eind aan muren als ik op de zaak ben. Dus ik neem aan dat ik daar klaar ben. Ik rij nu trouwens binnendoor, zeg maar, ik ga richting de grens Baarle-Hertog-Baarle-Nassau. Dat is natuurlijk een van de meest vreemde grenzen eigenlijk ter wereld, geloof ik. Hoe het precies zit weet ik ook niet, maar het is natuurlijk, de grens loopt eigenlijk, geloof ik, dwars door huizen, winkels. Het is natuurlijk eigenlijk, ja, het Belgische gedeelte is ook Baarle-Hertog, het Nederlandse gedeelte Baarle-Nassau. En of het nou precies één dorp is of zo, hoe het precies zit dan, zeg ik, ik weet niet precies, maar het is natuurlijk een hele vreemde grens. Rijden we hier Nederland in. En dan zometeen komen we weer in een stukje België. Het zit heel raar in elkaar. En vroeger mochten wij hier ook door de stad, of door het stadje, zo groot is het niet. Maar dat mag niet meer. Ik snap het wel, want we gingen dwars door de winkelstraat heen. Maar dan kon je het eigenlijk nog beter zien. Want dan zag je al de klinkers op de straat, zeg maar. Dan zag je precies waar de grens loopt. Maar ja, dat krijg je nou niet te zien, dat is jammer. Nu gaan we eigenlijk om het stadje heen.
zaak. Dus ik ga mij even melden wat de bedoeling is. Ik heb vandaag ja, eigenlijk 8 uur 45 gereden. Dus ik denk dat ik klaar ben. Maar en dan even horen wat morgen de bedoeling is. Nou, ik ben in ieder geval klaar. En ik moet morgen lossen in Waterloo. Dat ligt bij Liel. Dus ik had eigenlijk verwacht om jullie een ritje Nederland mee te nemen. Maar het wordt denk ik toch weer een ritje Frankrijk-België. Maar ja, ook best. Ik doe hem niet helemaal wassen, want dat heb ik van de week nog gedaan, dus dat is niet nodig. Maar ik doe wel even gaan afspuiten. Dat doe ik altijd eigenlijk. Ik rijd er graag schoon bij. Even gouden wieltjes en de tank met z'n op gedaan, de rest even afgespoten, helemaal top. Dus op zijn plek zetten en klaar voor vandaag. Gaan we hier maar even een frietje kopen. Ga ik nu maar even lekker douchen. Dat kan hier ook. Maar je zal het altijd zien. Normaal staan er hier altijd staan we hier met heel wat chauffeurs op de zaak. Die allemaal hier blijven slapen. En nu staan we met z'n tweeën. Dus ja, mijn collega Jan die ging nou naar bed. Dus ik ga nu even douchen. Ja, dat is allemaal prima voor elkaar hier, jongens. Zo. Weer lekker schoon. Nog even een bakje halen. Het was 9 uur, ik slaap toch nooit zo heel vroeg. Oh, de bekertjes zijn op. Even een bekertje zoeken. Plastic bekers hebben ze niet meer. Dan maar een koppie. Ook goed. Ja, kwart over 9 of zo. En hier wordt gewoon nog druk gewerkt. In de loods zijn ze gewoon nog aan het werk. En in de garage ook. Dus ik ga nou even bij Smeerkees kijken. Ja, er werken hier 8 kezen, dus iedereen heeft een bijnaam. Dus Smeerkees kan bijna alles maken. We gaan even kijken bij hem. Goed bezig, Kees. Kijk mensen, er wordt hier gewoon gewerkt in de schuur, hè. Dat zie je wel weer, s'avonds laat nog. Tot vannacht een uur of 1, 2 of zo. Sta je beeld, jongen. We zagen, wordt hier nog hard gewerkt. Dus ik ga de jongens niet verder in de weg lopen. Ik ga lekker even nog een filmpje kijken of zo. En dan ga ik lekker naar bed. En dan ga ik morgenochtend, ik denk om 1 uur of 5 weer verder. Maar ik zag net dat ik om 9 uur een afspraak heb om te lossen. Dus ja. Volgens mij kunnen we ook om 6 uur weg. Maar dat zie ik morgenochtend nog wel.
Goedemorgen jongens. Het is 5:30 en ja, ik ga maar weer wat doen. Dus ja, het gordeltje om en dan gaan we maar rijden. Verlaat de rotonde naar de M700. Sla linksaf naar Grand Rue. Over 200 meter sla rechtsaf naar Rue d'Alger.
sla rechtsaf naar Rue d'Alger. Over 600 meter sla rechtsaf naar Rue de Cartigny. Ik ben er. Ik moet even wachten. Dus was keurig op tijd, 8:55. Dus ik moet even wachten tot er een rampje vrijkomt en dan kan ik ervoor. Dus helemaal goed. Maar ja, er is geen makkelijkere weg om er te komen door al die smalle straatjes. Dus lekker handig. We lossen hier dus een vracht ingeblikte tonijn. En ja, ik mag er helemaal niks aan doen. Dus prima. Hij wordt voor me gelost. Nou, hij is leeg. En wat ik net trouwens vergat te vertellen, dat laatste bochtje in het dorpje net voordat ik hier was, zeg maar. Ja, daar zat ook een soort verkeersdrempel en ik moest hem wijd uithalen. Dus dat ging niet met mijn spatborden. Dus die heb ik eraf gereden. Dat is een beetje jammer. Dus ja, ik denk dat alleen twee nieuwe elastieken erop en dan kan die er weer op. Of het kost een nieuwe. Ja, dat heb je wel eens. Het is ja, jammer, ik baal ervan, maar het is niet anders. Maar goed, we gaan in ieder geval verder en ik moet nu terug gaan laden in Hemiksum. Dat ligt bij Wilrijk onder Antwerpen. Jongens, ik zal het jullie laten zien. Ja, ik weet niet of ik het goed kan laten zien, maar als de weg omhoog gaat, dan tilt hij natuurlijk hier iets op. En dan duwt hij dat spatbord eigenlijk in de oplegger. En als je dan draait, dan draai je hem eraf. Dat is eigenlijk het hele eiereten. Dus het is ook niet de eerste keer dat het gebeurt. Maar ik baal er wel van. Kijk jongens, hier gebeurde dat. Maar het is zeg maar, omdat hij hem zo ver omtrekt. Kijk, nu heb ik geen last, want nu ben ik leeg. Dus nou heb ik geen gewicht voor op. Het was net eigenlijk een vervelende draai en dan een hoogje omhoog. Maar ja, het is zonde. Maar het is niet anders. We staan in de file voor het altijd gezellige Antwerpen. Altijd een drama. Dat, zeker vanaf de kant van Gent sta je altijd in de file. Dus dat schiet niet op. Maar ja, vooruit.
vrij weinig te doen vandaag. Ik word hier ook weer geladen. En eigenlijk mag ik hier ook niet filmen. Ja, binnenin wel natuurlijk, maar de buitenkant niet. Dus ik heb gewoon een klein shotje gemaakt, meer niet. Dus ja, ik kan jullie niks laten zien. Weer jammer, maar ik sta op een chemische fabriek. Zo, gewoon een harde keer. Maar ik sta op een chemische fabriek. Dus ja, het is ook wel logisch dat je niet mag filmen hoor. Nou, het zit erin. En pak ik koffie mee. En ik kan weer richting de zaak. Puinhoop hier, jongens. Je ook komt van de dag hier, oh. Het is 9 van de 10 keer een drama. Nou, het viel vanmorgen nog mee, maar je hebt 9 van de 10 keer vertragingen bij Antwerpen hoor. Goed, we rommelen er nog weer aardig doorheen, dus het valt nog niet helemaal tegen weer. Hier jongens, dat is wel even leuk. Nu bij daglicht komt Kees aan met een LZ2. Ja, ik vind het echt een gaaf gezicht. LZ2 betekent trouwens een langere, zwaardere vrachtwagen. En die mag 25 meter zijn uit mijn hoofd. Dus die is langer als een gewone vrachtauto. En die mag ook meer wegen. Daarom ook al die assen eronder. Ja, echt super gaaf. Dames en heren, ik ga er een eind aan breien. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik ga lekker weekend houden. Het was deze keer anders als anders natuurlijk. Nou ja, goed, dit werk hoort er ook bij. Dus ja, vonden jullie het een leuke video? Dan hoop ik dat jullie een reactie achterlaten in de comments. En ja, laat ook graag weten wat jullie graag zouden willen zien. Dan kunnen we kijken of we dat ook kunnen laten zien. Hoi hoi!